Welkom. Een nieuwe NEC-update richting de wedstrijd van vrijdag tegen FC Twente. Een wedstrijd waar NEC hoopt te stunten. Tenminste, dat is dan de enige kans nog om in ieder geval kans te hebben op een plek voor play-offs Europees voetbal. Maar het ging afgelopen week veel over die wedstrijd van afgelopen zaterdag. En natuurlijk dan over de keeper Jasper Cillessen. Ja, wat vind je daar als trainer nou van? Ik vind dat voor Jasper persoonlijk natuurlijk heel vervelend, omdat wat jij zegt, hij heeft 85 minuten goed gekiept. En op dat moment gaat hij niet vrij uit bij die 2-3. En dat is ook het lot van een keeper. Alleen hij heeft de pech, denk ik, dat er natuurlijk heel veel blikken of lampen of camera's op hem gericht zijn. Ja, nou wordt daar heel veel, aandacht op gevestigd. Dat is zonde. Alleen dat is ook iets waar hij weet mee om te gaan. En dat heeft hij al eerder ervaren. Alleen, het is niet altijd makkelijk. Kwam de klap eigenlijk hard aan afgelopen zaterdag? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, wedstrijd tegen een directe concurrent. En ja, ook de manier waarop, hè, gezien het wedstrijdbeeld, gezien hoe je gespeeld hebt. En dan uiteindelijk de uitslag. En alles met elkaar meenemend, ja, dan is dat wel een teleurstelling. En kwam die ook wel hard aan natuurlijk. Maar de volgende dag zijn we bij elkaar geweest. We waren bij het dierenpark van Marcel. Hè, dus daar zijn we met elkaar geweest. Nou, dat heeft wel geholpen en uiteindelijk rest ons maar één opdracht en dat is proberen zoveel mogelijk punten te halen in de laatste drie wedstrijden. Ja, en dan de man zelf maar eens. Zaterdag wilde hij nog niet reageren voor de camera's en nu doet hij dat wel. Hoe is het met Jasper? Nou ja, goed, ik heb net tegen Gelderland ook gezegd, de terugblikken gaan we niet meer doen. We gaan vooruitkijken en van wedstrijd tot wedstrijd leven. Dus er is genoeg over gezegd en geschreven, dus ik wil nu vooruitkijken. Ja, hoe is het met je hoofd? Of moet ik zeggen, hoe is het met de doelpaal? Ja. Volgens mij is de doelpaal goed. Mijn hoofd, hersenschudding kan ik niet hebben, dus het scheelt weer. Dit is een moment en dit is een gevoel. Op dat moment is het zuur. Maar ja, goed, nogmaals, morgen we weer. Ja, en toch lijkt me balen, want je speelde gewoon een prima pot. 85 minuten gewoon een prima wedstrijd. Eens een momentje en het wordt weer uitvergroot. Word je daar niet moe van? Of is dat ook gewoon misschien het lot van een keeper? Dat is het lot van een keeper, ja. Zo simpel is het. En je kunt een aantal mooie reddingen hebben, belangrijk zijn. En één fout en het is klaar. En dat is het mooie, maar ook het vervelende van een keeper zijn. Uiteindelijk hebben we natuurlijk elkaar wel gesproken. En goed, wat we besproken hebben, dat blijft tussen hem en mij. Maar we hebben er wel over gesproken en ook meer in de zin van hoe kunnen we je helpen? En dat hebben we met elkaar besproken. Maar uiteindelijk denk ik dat het goed was dat we zondag bij elkaar waren. En dat je ook even de blik op andere dingen hebt. Ja, en laten we gewoon duidelijk zijn, het is gewoon je nummer 1 keeper, toch? Ja, zeker. Tuurlijk. Ik bedoel, ik vind dat hij tot nu toe gewoon een hartstikke goed seizoen keept. Misschien met 2 of 3 mindere wedstrijden. Ja, goed. En daar bestaat geen twijfel over. Dan de wedstrijd van vrijdag. Dan is FC Twente dus de tegenstander. De team van Ron Jans staan op plek 6. Ja, wat is de kracht nu van FC Twente? Ik vraag het aan trainer Rogier Meijer. Ja, dus die hebben wel meer krachten dan één, maar ze hebben natuurlijk gewoon in eerste instantie gewoon een hele goede selectie. Zeker thuis, hè, zit er heel veel drive en intensiteit in het elftal. Hebben ze veel beweging voorin, maar ook met hun backs, hè, die beide veel scoren en veel voorin komen. Dus het is gewoon een goed voetballend elftal. Dus dat is geen makkelijke opgave. Alleen, er heeft nog niemand daar gewonnen dit seizoen. Nou, vorig jaar hebben we daar wel weten te winnen. Dus dat gaan we wel uiteraard proberen. Ja, want waar ligt voor NEC de kans? Er zijn wel verschillende zaken. Hè. Ik bedoel, wat ik al zeg, er zijn natuurlijk veel spelers die in aanvallen denken. Dus dat ligt zeker in de omschakeling, wat we ook een aantal keren tegen Heerenveen goed deden, ruimtes. Maar ook als je aan de bal bent, ja, zij geven veel druk en met veel spelers naar voren. Ja, sorry, als je daar onderuit voetbalt, dan ligt er ook ruimte. Dus ja, dat zijn wel dingen die we benadrukt hebben en die we hebben laten zien. En voor ons een taak om te kijken of we eruit kunnen halen. Dan was er ook nog transfernieuws deze week. Ja, het lekt al iets eerder uit, maar ze werden deze week gepresenteerd. De 2 nieuwe spelers. En dat nu al zo. 3 wedstrijden voor het einde van het seizoen. Mees Hoenemakers komt vanuit het noorden, vanuit Cambuur, deze kant op voor 4 seizoenen. En misschien ook wel de stunt. Suntje Hansen komt ook van Jong Ajax naar Nijmegen voor 4 seizoenen. Dan ben je natuurlijk blij als trainer. Nee, ik wist dat natuurlijk wel iets langer. Ik bedoel, we hebben die jongens een paar keer gesproken gedurende de afgelopen periode. Met hun gesproken wat hun rol hier zou zijn, wat voor club we zijn. Ja, wij zijn blij dat we op dit moment al 2 spelers hebben aangetrokken. Omdat we denk ik ook veel moeten doen. Er zullen ook een aantal jongens vertrekken. En ik denk dat het alleen maar goed is dat er zo vroeg mogelijk duidelijkheid is. Nou, en het is denk ik ook goed voor de club. En je ziet ook dat dit soort spelers wel naar NEC willen komen. Dus dat zegt ook wel iets.
Dat zijn de eerste twee en namen wie dan al bekend zijn. Dus lekker zo al drie wedstrijden voor het einde van het seizoen. Maar er moeten er nog wel een paar bij. Ik denk een stuk of acht dat er nog wel moeten gaan komen. Zijn er dan al namen? Maurice, zijn er al namen? Pinto, die naam kwam voorbij. Dat is die speler van Sparta. Even nagaan, maar er zouden geen gesprekken zijn op dit moment tussen hem en NEC. Dus dat moet dan weer niet kloppen. Ze zouden wel met een linksback bezig zijn, maar dan moeten we in Denemarken gaan kijken. Ze zou ergens uit Denemarken moeten komen. Heb ik dan een naam? Nee, niet in de NEC-update van vandaag. Dit was het dan weer, de NEC-update voor vandaag met aanloop naar de wedstrijd tegen FC Twente. Die is morgen om 8 uur. Kun je er niet bij zijn, live luisteren via de collega's van RN7 Sport op de radio. Dan kun je alles weer meemaken. En wij zijn er volgende week weer. En wil je op de hoogte blijven van al het laatste nieuws, misschien wel namen, geruchten, volg me dan eventjes op Twitter. Graag tot de volgende update.